Hoi, welkom bij deze examentraining over weer en klimaat. En deze gaat speciaal over orkanen en tornado's en is voor klas 4 MAVO. Ik ben mevrouw de Roo en ik neem je mee in deze video. Maar wat gaan we nou eigenlijk vandaag doen? Je zit hier voor het vak aardrijkskunde. En jij kan ook meedoen. Iedere keer als je de vraag ziet, zet je de video op stop. Dan lees je zelf de vraag aandachtig door. En als je dan het antwoord hebt bedacht, dan wacht je tot ik het antwoord geef. Dan luister je ernaar en dan kijk je of je het goed hebt gedaan. Nou, laten we beginnen. We beginnen met de eerste vraag van een examen 2019 tijdvak 1. Opgave 11. Bekijk bron 12. Geef twee aanwijzingen vanuit bron 12 waaruit blijkt dat de inwoners van de noordoostelijke staten in de Verenigde Staten minder last hebben van de gevolgen van orkanen dan de inwoners van de staten in het zuidoosten. Nou, dan moet je bij zo'n plaatje, zo'n bron, moet je altijd even heel goed kijken. Dit is dus het land. Het witte is in dit geval de zee. Dus je moet altijd even goed kijken hoe zit het plaatje in elkaar. In de legenda kijk je ook even en dan zie je dat de hurricane sterkte, oftewel de orkaansterkte, wordt aangeduid met de breedte van de pijl. Dus hoe breder, hoe sterker de orkaan is. En dit gestreepte is nog kustniveau lager dan 10 meter boven zeeniveau en nog stippeltjes. Dat zijn zones die veelvuldig getroffen worden door die tropische stormen. Dus dat is eigenlijk dit gebied. Nou, dan gaan we kijken naar de vraag nog een keer. We moeten twee aanwijzingen geven dat die inwoners in het noordoosten, dus in dit deel, minder last hebben dan in het zuidoosten. En dan moeten we vanuit deze bron halen. Nou, als we kijken in die bron, zien we al dat de sterkte, dus de breedte van die lijnen, al veel breder is. Dus dat de orkaansterkte hier veel sterker is dan in het noorden. Want dan zijn het eigenlijk nog maar hele dunne pijltjes. Dat is de eerste aanwijzing, waardoor ze hier meer last hebben, omdat die gewoon sterker is dan daar. En dan nog een tweede reden waarom ze meer last hebben. En dat is bijvoorbeeld dat er hier minder kans is op overstromingen, omdat ze hier aan de kust liggen. En ook dat het kustgebied bijvoorbeeld hier zo lager ligt. Dat is heel lastig te zien misschien, maar dat kustniveau, dat ligt hier lager. En dat is dit stukje uit de legenda. Het overstromingsniveau, risico is gewoon groter hier zo dan daar, want daar zit helemaal niks gestreept. En veel orkanen die buigen ook weer af naar het oosten. Zoals je hier ziet bij Wilma en Opelia, die buigen af. Dus dat is ook nog een reden. Goed, we gaan verder naar de volgende vraag. En dat is vraag opgave 14 van examen 2019 tijdvak 2. En hier staat een tekst. Nou, zet de video hier even op pauze, dan kan je hem rustig even zelf lezen. En in de tekst van bron 16 staan dan vier cijfers, dus 1, 2, 3 en 4. Die hebben een keuzemogelijkheid en die neem je over op je antwoordblad. Nou, we gaan hem samen even lezen. Op 26 augustus 2017 werd een groep buien waargenomen voor de puntje-puntje kust van Afrika. Deze buien werden met de Passat van naar het westen getransporteerd, terwijl ze werden gevoed door oceaanwater rond de graden Celsius. In een groot gebied met een lage druk groepeerden de buien zich ondertussen steeds meer. Om het lage drukgebied heen werd de wind steeds krachtiger. Doordat de wind toenam, begon de wolk te draaien. Hoe meer wind, hoe harder zo'n wolk draait. Op 30 augustus werd duidelijk dat deze zou uitgroeien tot een orkaan. Op 1 september ontwikkelde Irma zich tot een orkaan van de eerste categorie. Op 4 september was Irma uitgegroeid tot de zwaarste categorie 5. Vervolgens trok ze over het Caribische zee langs de bovenwindse eilanden. En op 9 september raasde ze langs de noordkust van Cuba en daarna trok ze richting Florida in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Op 11 september trok Irma over het vasteland van Florida, waarna ze in kracht. Nou, we gaan kijken. Dat eerste stukje, daar heb je eigenlijk het beeld van de wereldkaart van nodig. Ik ga ook even de antwoorden opzetten, want die komen nu eerst. Maar de wereldkaart hier moet je dus weten, hey, de zee die hier tussen ligt, hier is Afrika en hier is Noord-Amerika.
Dus dan moet het wel de westkust zijn. Want dit is het westen van Afrika. Het kan niet aan deze kant zijn, want het gaat over deze oceaan. Dus de westkust van Afrika, daar werd die groep buien van waargenomen. Dan gaan we verder. En dan moet je weten dat een orkaan altijd pas ontstaat bij 27 graden Celsius of hoger. Dus in dit geval kan je niet voor 22 kiezen, maar kies je dus voor 28. Want dat is dus hoger dan 27. Een orkaan, een versie daarvoor, is een tropische storm. Een tornado heeft daar niks mee te maken. Daar komen we zo even op, want die start op land. En uiteindelijk, de batterij van een orkaan is de zee. Dus op het moment dat een orkaan over het vaste land trekt, bij nummertje 4, dan gaat hij afnemen in kracht. Dus dat is even goed om te weten. Dus nu hebben we deze tekst samen gelezen en ik hoop dat je deze 4 antwoorden goed had. Heb je er maar een paar goed, heb je ook nog punten. Dus dat is ook fijn om te weten. We gaan door naar de volgende vraag. Deze is van het examen 2018 tijdvak 1, opgave 13. Er worden 2 uitspraken gedaan over het ontstaan van orkanen. Uitspraak 1. Een orkaan is een groot gebied van lage luchtdruk. En uitspraak 2. Orkanen komen in de Verenigde Staten vooral voor in de maanden februari tot en met mei. En je neemt die cijfers over op je antwoordblad en dan zet je er gewoon achter of het juist of onjuist is. Wil je ook opletten dat je precies die woorden juist en onjuist gebruikt? Nou, een orkaan is een groot gebied van een lage luchtdruk, dat klopt. Dus dat is juist. En die orkanen in de Verenigde Staten, die komen niet in die maanden februari tot en met mei voor. En dat is gewoon een leervraag, dus ik zou eventjes de antwoorden opzetten. Die zijn van juni tot en met december. Dus ze starten in juni. De meeste zijn dus in augustus, september, oktober. En dan neemt het een beetje af. Heb je in november nog wat. En officieel eindigt het 1 december, het orkaanseizoen. Dit is gewoon een leerstukje. Maar ook handig om eventjes geoefend te hebben. We gaan door naar de volgende vraag. Examen 2018, tijdvak 2. Lees bron 15. In bron 15 wordt gesproken over een mogelijke relatie tussen de klimaatopwarming en de toename van het aantal tropische stormen en orkanen. Geef een oorzaak waardoor de klimaatopwarming zou kunnen leiden tot een toename van het aantal tropische stormen en orkanen. Nou, zet hem hier even stop, dan kan je zelf de bronnen eventjes lezen en de vraag, op de vraag het antwoord bedenken. Dan ga ik jou nu het antwoord geven. En eigenlijk moet uit jouw antwoord blijken dat door klimaatopwarming die temperatuur van het oceaanwater stijgt, want dat is de batterij van je orkaan. De temperatuur, als die boven de 27 graden komt, dan kunnen er dus orkanen komen. En vergeet niet dat het ook nog tussen een bepaalde breedtegraad moet zijn. Het moet tussen de breedtegraad van 5 graden noorderbreedte en 22 graden noorderbreedte moet het ongeveer komen te liggen. De temperatuur is ook langer boven de 27 graden Celsius. Dus dan heb je meer kans op meer stormen en orkanen. Dus dan kan het ook zijn dat die tijd van juni tot december zich gaat uitbreiden. Nou, we gaan verder. Examen 2017, tijdvak 1. Tornado's en orkanen zijn allebei vormen van extreem weer. Orkanen leiden gemiddeld tot meer slachtoffers dan tornado's. Toch is hazard management bij tornado's lastiger dan bij orkanen. En geef aan waarom dat zo is. Ja, dat komt eigenlijk omdat je een orkaan, dat is dus deze, 2 weken van tevoren via een satellietbeelden kan zien aankomen. En een tornado, die ontstaat vrij plotseling eigenlijk. En ja, dan weet je toch 15 of 20 minuten van tevoren weet je eigenlijk pas wat die komt. Even kijken wat het examenblad zegt. Ze zijn dus moeilijker te voorspellen, die tornado's. En het is daardoor ook lastiger om een waarschuwingssysteem op te zetten. Zodat iedereen het ook op tijd hoort. De volgende vraag. Examen 2017, tijdvak 2. Zet hem weer even op stop als je hem zelf wil lezen. Opgave 16. In de Verenigde Staten komen zowel orkanen als tornado's voor. Van de volgende 6 kenmerken zijn er 3 van orkanen en 3 van tornado's. Nou, dan zie je ze alle 6 staan. Neem de cijfers van de 3 kenmerken die horen bij orkanen over op je antwoordblad. Dus het moet alleen over orkanen gaan.
Ontstaan altijd boven oceaanwater? Jazeker, is die van orkanen. Want dat is de batterij van een orkaan. De tweede dus, ontstaat boven land, is een kenmerk van tornado's, dus die schrijf je niet op. Duren meestal niet langer dan een uur. Dat past bij een tornado, dus die schrijf je ook niet op. Duren maximaal 2 weken. Inderdaad, dat schrijf je bij een orkaan op. Kunnen enkele honderden kilometers in doorsnede zijn. Ja, ze zijn enorm, die orkanen. Dat zag je net al bij de satellietfoto van de vorige vraag. Dus ook die zet je erbij. En zijn meestal niet groter dan 800 meter doorsnede. Dat hoort weer bij een tornado, dus die schrijf je niet op. Dus hier nog even voor het overzicht de antwoorden. Als jij 1, 4 en 5 had opgeschreven, dan heb je het goed gedaan. Dit is ook een leervraag dat je echt gewoon weet wat is nou een orkaan en wat is nou een tornado en hoe ontstaan ze. Nou, dit was het allerlaatste van de orkanen en tornado's. Ik hoop dat je hierdoor weer een beetje een duidelijker beeld hebt gehad. Er komt ook eigenlijk altijd wel een vraag in over orkanen of tornado's of soms over beide. Dus ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Succes met het leren voor je examen en tot snel!